Welkom kijkers weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag eindelijk weer een vlog, want vandaag is een hele bijzondere dag. Ik ga namelijk mijn nieuwe auto ophalen. Een auto die ik al heb gesneakpeakt op mijn Instagram, alleen nog niet heb laten zien in een YouTube video of waar dan ook. Het is autovertrouwd, het is gruwelijk. Jullie gaan het zien vandaag in deze video. Goeiedag dames en heren, welkom bij deze nieuwe decadente vlog. Ik ben hier met de heer Bezels. U snapt het niet helemaal volgens mij, hè? Zo meneer, en we gaan een prachtige Audi R8 ophalen. Zoals u ziet, meneer, wel helemaal in de stemming. Ja, dat kan niet! Opnieuw! Nee. Een beetje zin in vandaag, hè? Ja. Vandaag is een big day voor jou, hè? Precies. De nostalgie. Roy heeft iets, iets gekocht, wat natuurlijk gaan weer waanzinnig is. Het is echt waanzinnig, hè. Voordat we weggaan, nog even een leuk spelletje doen. Als ik met 3 pijlen 1 keer bullseye gooi, had je pils. Is goed. Ja? En maar is dat dan ook andersom of? Ja, is goed. Oké, is goed. Oh! Zit best dichtbij. Helaas jongens, geen winnaars, maar ook geen verliezers. Hey, hoe noem je een deur voor auto's? Carport. Jongens, we zijn bij de Burger King zoals je kan zien. En Roy die heeft ons helemaal uitgereden met die gasten. Dus wij... Nee, we hebben gewoon een andere route gepakt, maar ze zitten lekker te chappen. Roy! Ik schrok niet. Nee. Ik heb balls of steel, bro. Lekker in de Burger King. Goed, hè? Ja. Zo. Wil je ook zitten? Ja, we zijn wel matchend zo met die shirtjes. Top, hè? Oh, ja, jongens. Hij is soms ook een auto ophalen. Ja! Moet goed gegeten worden voor zo'n speciale dag, toch? Ja. Moet je reden om goed te eten. Elke lifestyle. Ontbijt ook gewoon, trouwens. Ja. Dat zijn gewoon letterlijk ontbijt. We zijn nu bij Duke Design. We gaan de wagen ophalen. Dennis heeft als goed is weer een hele entourage geregeld met een rookmachine, met muziek. Allemaal gekkigheid, dus gaat leuk worden. Let's go. Hey, jongens, vorige keer toen ik hier kwam, toen reed ik weg met deze auto. Toen ik iets kwam ophalen, zeg maar. Toen reed ik weg met een Audi R8. Met een focus die ik werd erop, toen ben ik Don weg. Dat is wel een kapsel trouwens, Don. Ik kan er niet over uit nog steeds. Ja, dan heb je dit kapsel nog niet gezien. Ik heb het wel niet gezien. Oh, ik heb het gelijk op. Die is veel erger. Kijk, dit is wel normaal, maar ik zei het zijn nog volgens mij. Zei ja, ik oh ja, ik ging mijn fases uitleggen. Dus ja, dit was nog gelukkig, Don. Dit was semi-afbrekende Don. Dit was bijna suicidaal. Binnenkort komt er een aan de muur die en de beste dan ooit. Ja, dat is top. Je bouwt fases op je leven, je maakt dingen mee en uiteindelijk kom je sterker uit, weet je. Eigenlijk moeten we deze foto gewoon niet nemen, maar dan met de R6 straks en jouw R8. Ja. Ben je zenuwachtig? Nee, ik voel me eigenlijk best wel comfortabel. Maar dat komt ook omdat ik me hier heel chill voel altijd bij Dennis. Gewoon heel gezellig. Ja. Ik heb weer een Audi R8. En wat voor een. Helemaal af van. Overal carbon. Rode stiksels overal aan de stoelen. Rode stiksels overal aan het interieur. En daar hoort dan ook een mooie wrap bij. Met rode accenten. En het schijnt dat dat deze auto is geworden. Maar Dennis? Doe jij maar. Dat ik het gelijk kan zien. Yes. Vingers in de oren. Deze klep dicht. Deze klep dicht. Deze is heel
dit. Ja, dit is inderdaad heel beschaafd gewoon. Ja. En als je gewoon gas? Oké, rode red met kleppen dicht. Ja. Dit is heel beschaafd. Dit is echt. Nou, die is sterk. Wow, ja, die auto doet echt. De leeuw is terug, maar de leeuw is nog wel echt even keer 2 terug. Voor mijn gevoel. Ik herinner me dat die dynamietrode erachter mij, die was hard. Maar zo hard dat staat niet zo in mijn geheugen, laat ik het zo zeggen. Maar hoor, hoe goed die kleppen liggen dan? Gewoon, hoe goed die kleppen zijn bedoel ik. Nou, goed hè? Dat is heel nice! Dicht. Maar net trap ik bijna helemaal aan het einde, dan schiet ik. Maar daar heb je niet, man! Holy fuck! Ik heb als van ouds in de R8. Het enige wat eigenlijk mijn hond deed is een goede scheet. Zit ik gewoon het letterlijk zeggen? Ja? Ik dacht, als je hebt uitgepraat, ga ik dat zeggen. Ja, geen grap. Oh. Echt zeker? Ja, man. Het enige wat nog miste is gewoon dit hele ding laten stinken. Is een goede dampoe. Dan gaat die walkie-talkie. Jezus. Want ik zie ook in de best plurs. Nee, dit is serieus, gast. We moeten even die Alcantara van het dak afscheiden hier. Ja. Zo zie je maar weer dat ik al heel lang niet in de R8 heb gereden. Ik zet hem gewoon aan de verkeerde kant. Ik kan hier geen tekening meer. Nee, ik hoor het er ook bij, jongens. Zo. Kom maar hoor. Ik weet niet of we die Jerry kennen. Nou, je moet er wel even checken of je achterste klopt natuurlijk, dus druk hem maar. Dat zie je wel. Ik wil even kijken of je uitlaat op jouw plek zit. Kom maar. We zijn hier op een mooie weg, jongen. Ja, dames en heren. Godverdamme. Ik wil zeggen, ja Don, neem de camera maar even over. Kijk even waar we zijn, hé. Wow, yo. Dit is een rechte weg in niemands land. Ongekend, hè? En als je crasht, dan kan je niets raken. We gaan even gas geven, even wat mooie beauty shots maken. En vooral even horen hoe die wagen klinkt. Zo jongens, daar staat hij in de carport. Prachtig apparaat. Ik vind vooral die diffuser met dat rood. Ik vind het zo goed uitkomen in combinatie met het carbon en met de wrap. Ongekend lijp. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie mening. Laat het zeker weten hier beneden weten in de reacties. Voor nu wil ik je allemaal hartelijk danken voor het kijken naar deze vlog. Vond je het nou leuk en wil je dat ik vaker ga vloggen? Laat dan weten door een blauw duimpje omhoog te doen op deze video. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Wil ik jullie nog onwijs bedanken voor alle support. Zowel op Focus Drink als op mijn YouTube kanaal, op ja, alle support gewoon om mij heen is echt bizar. Ik wil mijn vrienden bedanken dat jullie allemaal weer erbij waren. Het was gezellig. Hey, jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.